ATV Network Suriname herdenkt vandaag haar 35-jarig bestaan. Door de directie van het bedrijf is daarom het nieuwe logo van de organisatie gelanceerd en gepresenteerd aan de medewerkers. ATV is in 1983 eerst ontstaan als experiment met het omroepproject dat door Telesuur werd opgezet. De televisiesignalen kreeg het bedrijf van Radio Bras en al gauw bleek er behoefte te bestaan voor een tweede TV-station in Suriname. Na een korte onderbreking in 1986 hervatte ATV vandaag 35 jaar terug haar uitzendingen na verkregen toestemming van de overheid. Volgens Steven Chitrotaruno, onderdirecteur commercieel directoraat van Telesuur, betekent 35 jaar ATV heel veel voor het telecommunicatiebedrijf. De afgelopen periode hebben we toch wel een paar trends mogen zetten. We hebben de trend gezet van analoog naar digitaal. We hebben andere trends gezet, zoals ook live gaan. Denk maar aan dingen van op de stoep, maar ook live met Facebook. Dus we zijn op de goede weg. Wij als ATV gaan ook verder het pad op van digitale transformatie, zoals Telesuur zelf. Ook dat pad opvallen. Wat is de betekenis van ATV voor Suriname? ATV is een medium waar de kijker in ieder geval zo objectief mogelijk op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee over Suriname. Dat is de toegevoegde waarde voor bedrijf ATV voor Suriname. Maar ook, je zult het merken, ATV is ook een channel waar wij dus als enige channel eigenlijk Surinaamse content aan het maken zijn, maar ook aan het uitzenden zijn. Chitrotaruno voegt er nog aan toe dat ATV aan het strategisch plan van Telesuur Roadmap 2025 een enorme bijdrage zal leveren, vooral voor wat betreft het zorgen voor content. Volgens Aruna Dutenhofer-Sarju, hoofd van ATV, betekent de lancering van het nieuwe logo van het bedrijf een nieuw tijdperk. Het is de bedoeling dat we niet alleen intern bij ATV veranderingen doorvoeren, maar ook veranderingen die zichtbaar zijn op de buis. We komen nu met een nieuw logo, we komen met nieuwe promo's, met nieuwe intro's, outro's, met een nieuw journaal waar ik heel erg enthousiast over ben. Nieuwe programma's zullen er komen, nieuwe presentatoren, nieuwe gezichten op tv. Ja, we gaan een tijdperk in waar we laten zien dat we even modern zijn als iedereen, dat we meegaan met de tijd. En we zijn er heel erg enthousiast over. Omdat ATV de enige Surinaamse zender is die lokaal content levert. Wij zijn nummer 1 in het leveren van Surinaams voetbal. We hebben dan van de SVB, we hebben zaalvoetbal. Verder alle andere Surinaamse lokale sporten die we kunnen leveren. Wij zijn de enige die met lokale producties komen. Dus als je wat anders wil dan alles wat gepirateerd wordt en gekopieerd wordt van Netflix en noem maar op, kijk naar ATV. Dutenhofer-Sarju onderstreept dat ATV via haar kanalen elke kijker heeft kunnen faciliteren en hoopt dat de organisatie dat nog 35 jaar extra zal kunnen blijven.